is ooit begonnen met de vraag eigenlijk van grote mensen die vinden van alles van hun leefomgeving. Zijn wijknetwerken voor en wijkplatforms. Er wordt van alles gevonden altijd over de wijk, maar niemand vraagt het aan de kinderen. Ben ik naar de scholen toegegaan, daar heb ik opstellen uit laten schrijven als het ware. Hè. Echt letterlijk, wat vind jij van je wijk? Dit is de Job en dat is een jongerenhangplek. En wij willen daar graag een kinderhangplek van maken, want de jongeren die eigenlijk niks doen. Alle stangen zitten los. Alle schroeven die zijn verroest. Hier zijn de tegels omhoog. De jongen van onze school die is ook over een tegel gevallen. Jullie hebben net laten zien dat er echt van alles mis is op dit schoolplein. Hè? Het kwam niet in de bus. Nee, ze hebben het gewoon gepresenteerd op die bijeenkomst. Met een prachtige maquette. En met een keurig boekwerk zelfs. En ik heb beloofd om daar zo snel mogelijk antwoorden op te geven. En ik ben echt enorm trots op ze dat ze dit zo op zo'n manier gedaan hebben. Moeten we gewoon ook snel met die kop aan de slag. Dus vandaar ook dat we gezegd hebben, geen allerhande moeilijke dingen. We beslissen gewoon snel dat het kan. En dat kan ook juridisch gezien, kunnen we dat ook regelen zo. Dan gaan we ook snel met zo'n tafel zitten om ze te begeleiden, samen met Jamie natuurlijk, naar hoe je nou daadwerkelijk een mooie kop kan maken, maar ook kan houden.